afspraak voor de intake. Ik ben vandaag 9+2. Volgens de nieuwe berekeningen dus. En het grappige is dat ik vanochtend voelde aan mijn huid dat mijn huid weer wat meer de oude is. Ik had gewoon wat meer onzuiverheden en wat meer niet glad voelt. Dat je gewoon wat poriën voelt en zo. Dus dat viel me vanochtend op. En sinds gisteren viel me heel erg op dat mijn misselijkheid gewoon veel minder is. Vermoeidheid is er nog wel, maar vandaag valt het ook wel weer mee. Ik heb natuurlijk ook voor de eerste 3 dagen gewerkt, dus, maar ik vind het wel een beetje spannend als die symptomen afnemen. Allemaal. Ineens. Ik weet dat vanaf week 12 neemt dat hormoon HCG, ik weet het niet, neemt af. Maar ik zit pas in week 9. Dus ja, volgens mij begon pas in week 6 echt die hele erge misselijkheid en vermoeidheid heel erg. Wat betekent dat ik dan maar 3 weken er last van heb gehad, maar gewoon toevallig net in mijn vakantie. Maar goed, wel spannend. Ik moet zeggen dat ik dan wel zin heb om weer die echo volgende week te hebben. Ook als die symptomen afnemen, dat je denkt, ik wil echt weten of alles goed zit. Spannend, spannend. En ja, ik heb gewoon wat minder moeite met scheuren en met eten. Wel nu 1 kilo aangekomen. Het kan ook komen door deze week. Ik had op mijn werk wel meer trek, merkte ik. En minder slaap. Dus, maar net, ik zie heel erg op tegen dat wegen. Mijn gewicht is gewoon echt verschrikkelijk. Ik voel me oké, maar dat cijfer vind ik echt verschrikkelijk. Als dat dan straks gemeten wordt en zo. Dus daar zie ik tegenop. Ik moet het niet doen. I know. Maar... En dan net die kilo erbij. Nog even net op een dag voor de weging. Maar goed, ze gaan even bloeddruk meten. Nog niet naar het hartje luisteren. En wegen voor zover ik weet. En dan de hele intake doornemen met allemaal medische geschiedenis. Ja, het is niet zo interessant. In mijn familie zit niks. In heel zijn familie zit niks. Ik heb dus een verstandelijk beperkte tante. Maar dat is na de geboorte gebeurd. Dus dat is niet, eigenlijk niet interessant voor deze intake. En ja, er zijn niet echt heel veel bijzonderheden, dus ik ben benieuwd. Ik ga niet de intake vloggen hoor. Dat vind ik niet zo boeiend. Maar ik weet ook niet of ik volgende week de echo mag filmen. Want ik weet dat je medische echo's niet mag filmen. Termijn echo is volgens mij ook medisch. En ik moet niet vergeten om vandaag een afspraak te plannen voor de NIPT. Want die wil ik echt met 10 weken volgende week doen. Dat wil ik, ja, ik wil gewoon weten hoe of wat. Dus, so far. En mijn buik voelt wat dikker trouwens. Gisteren viel me dat op, ik dacht, hé. Maar ik heb natuurlijk ook vet op mijn buik, dus ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Dat is gewoon lastiger te zien. Dus ik ben heel benieuwd. Bye. Zo, ruim 1 uur later en ik voel me weer mezelf. Ha zei ook, ik merk het echt aan je, je bent weer jezelf. Het was zo leuk. Die vrouw was ook wederom echt top. Die vorige vrouw vond ik al heel leuk. Maar deze is ook echt iets jonger. Heel gezellig. Leuke meid. Waar je lekker vlot mee kan praten over alles. En die het ook niet erg is als je even onderbreekt. Of even van het lijstje afwijkt. En nou ja, onze families zijn gewoon helemaal gezond. Wij zijn eigenlijk helemaal gezond. Ik heb gezegd, ja, ik heb wel ADHD. En ik kan snel moe worden van overprikkeling en zo. Dus. En intoleranties. Maar verder, ja, gewoon gezond. En H is al helemaal gezond. Zijn dochter is helemaal gezond. Dus. Ja, dat was eigenlijk lekker allemaal makkelijk. We hebben echt 1 uur daar gezeten. En Haas stond dus bij de verkeerde locatie. Toen zei ik, mag ik nu meteen even wegen? Want dan hoef ik mijn gewicht niet te zeggen. Maar op deze weegschaal was ik dus 2 kilo lichter dan thuis. Maar ik ging ook voor... Toen ik hier binnenkwam was ik natuurlijk weer zenuwachtig. Dus toen ging ik eerst naar de wc. Dus waarschijnlijk heb ik, was ik ook weer 1 kilo lichter daardoor. Maar ja, ik zei ook tegen haar, die symptomen nemen gewoon af. En zeg, ja, dat kan ook gewoon echt nu al. Het kan vanaf week 12, maar het kan ook nu al afnemen. Ik ben gewoon helemaal niet zo misselijk. Wel moe, maar dat is oké. En gewoon de bubblyheid, zeg maar. Ik heb nu ook weer zin om gewoon weer even naar de TK Maxx te gaan. Ik kon dat oprecht niet. Ik kon het niet opbrengen. Dus H zei net ook, ja, baden dat het net in de vakantieperiode is geweest. Maar eigenlijk was het maar 3 weken. Dus heel blij mee. Want ik voelde me wel echt slecht hoor. Echt wel, nog wel slechter dan ik heb geuit. Maar het is heel leuk. En je merkt aan mij en H dat we ook, ja, heel blij zijn samen. En hij is meestal gewoon best wel een chill persoon. En niet van woe, zwanger, weet je dat. Maar ik merk aan hem dat hij ook echt bubbelier wordt. En dat we daar echt als 2 blije, verliefde, toekomstige ouders zitten. Hij is natuurlijk al ouder, maar samen ouder. En ja, gewoon lieve dingen tegen elkaar zeggen. En dat je samen gewoon heel blij bent. En dat we daar echt als jong, gelukkig stel zitten. En dat we eigenlijk steeds happier worden. En ja, dat de zwangerschap ons echt zo goed doet. Dat we er echt allebei heel veel zin in hebben. En ik vind het best knap, want mannen voelen er vaak nog helemaal niet zoveel bij. En ik had het bij hem niet eens verwacht dat hij dat nu al zo zou hebben. Maar hij is echt, ook echt heel happy. Dus dat maakt me heel blij. En we hebben allemaal foldertjes gekregen. En ja, we mochten vragen stellen, maar ik had niet heel veel vragen eigenlijk. Ik heb vooral iets van, ja, ik heb het gevoel dat het goed zit. En of we dus alle testen willen doen. Ja, we willen dus alle testen doen. En bij de NIPT niet alleen die drie belangrijkste dingen, maar ook de andere. Dus ik moet zo even online trouwens. Ga ik zo even doen een afspraak plannen bij het ziekenhuis hier. Zodat ik dan volgende week na die echo, voor die echo, bloed kan prikken. En dan weten we dus 10 dagen later de uitslag van de NIPT. Dus dat is wel heel erg spannend. En dan heb je nog de 13 weken echo. En daarbij krijg je dus ook nog te zien of er lichamelijke afwijkingen zijn. En de 20 weken echo zien ze nog meer. Maar ze gaf al aan, tegenwoordig is de 13 weken echo echt heel goed. En zien we daar echt al heel veel op. Dus ja, ik denk dat ik na die NIPT of na die 13 weken echo... 4, 8, 12... dat ik dan wel echt aan iedereen durf te vertellen. Maar ik wacht sowieso tot mijn vriendinnetje Ro uit Amerika 3 oktober er is. En dat ik het aan haar kan vertellen. Dus ja, ben benieuwd. Ook wanneer je mijn buik gaat zien en zo. En ik ben happy peppy. En nu ga ik straks lekker het aan Nicole vertellen. Maar dat hebben jullie dan gezien al waarschijnlijk in de andere video. Gewoon heel simpel, een doosje. Ik denk dat ze echt, net als mijn schoonmoeder zeg maar, echt zo heel blij gaat zijn. Zij is echt al vanaf het begin team H geweest. En ze vindt het natuurlijk heel leuk als ik in Zoetermeer woon. En ze is gek op baby's en alles. Dus ja, helemaal zin in. En ik ga nu voor het eerst sinds heel lang maar weer eens een keertje naar een winkel. Want daar heb ik nu gewoon weer de energie voor. Wat leuk. Heel leuk. TK Maxx. Ja. Ik denk dat... ja, ik vind mezelf gewoon... ik hou gewoon van wie ik ben als persoon. Dus als ik me niet mezelf voel, baal ik. En ik ben gewoon heel blij als ik me mezelf voel. Want ik geniet gewoon... ik, zeg maar hoe ik ben, geniet gewoon heel veel van kleine dingen in het leven. En dat was helemaal weg de afgelopen weken. En nu weer wel. Dus ik ben blij dat ik terug ben. En ik hou er rekening mee dat het ook weer weg kan gaan. Maar voor nu... it's back. En ik heb er een goed gevoel bij dat het ook wel even blijft. En dan is vermoeidheid ook helemaal niet erg. Als je gewoon jezelf voelt en niet zo kotsmisselijk bent. Happy face! Moe face, maar wel happy face. En heel blij met HN. Ik ben gek op hem. En ik heb zoveel zin om samen met hem een kindje op de wereld te gaan zetten. En ik heb er zo'n goed gevoel bij. Gewoon 100% goed gevoel bij. Heel blij. Oké, bye! Oh, en ik ben trouwens echt... zo gek op zure dingen, sinaasappelsap. En haal het lekker vers sapje voor mij. Dat is ook lief. Hij wordt ook echt alleen maar liever. Hij was al lief, maar hij wordt alleen maar liever. Dit doet ons echt heel goed, deze zwangerschap. Happy me. Oh, en mijn bloeddruk was helemaal goed. Maar ik heb heel vaak al bloeddruk gemeten. Omdat ik heel vaak op sapkuur ging vroeger. En mijn bloeddruk is eigenlijk altijd goed geweest. Hij was gewoon helemaal mooi perfect. Dus dat is ook fijn. Hi. Aan Nicole vertellen was zo leuk. Echt heel leuk. Ik heb dus een tasje... net allemaal spullen gekregen. Het is nu lekker weer nog. Ik dacht, ik ga even buiten meteen kijken. Tot nu toe heb ik echt geen energie gehad om dit soort dingen te doen. Ik heb ook dat boek. Daar heb ik dus, ik denk, 5? Nee, misschien niet 5 weken. 4 weken niet ingeschreven. Heel jammer, maar ik had er gewoon geen zin in. Maar ik heb dus allemaal... ik laat het even zien voor de mensen die dus nog nooit zwanger zijn geweest. En dus echt benieuwd zijn wat het allemaal is en zo. Ik wil juist zoveel mogelijk delen, ook zodat mensen er echt info uit kunnen halen die, ja, dit is reclame, maar goed. Die dus echt benieuwd zijn wat er allemaal bij komt kijken. En toen viel mijn camera uit, maar dan had ik ook nog deze en deze. En ik ga dus in principe alle onderzoeken en alle echo's doen. Het vaderschapsverlof is ook dus weer verbeterd. Want ik las hier iets in de folder, maar dat is iets anders dan wat zij zei. Volgens mij hebben ze nu echt 5 weken of zo. En kan je daarna dus nog meer opnemen tegen 70%. Dat is wel echt heel leuk. En ik heb trouwens, want ik het ook graag aan Rebecca wil vertellen. En natuurlijk ook graag wil filmen. Ze houdt heel erg van Halloween. Zag ik dus deze. Die dus niet, het is Halloween, maar dan schattig. Bij de TK Maxx. En toen dacht ik... dit is zo leuk, want die spookjes lijken een beetje op schattige baby spookjes. En dan doe ik hier bijvoorbeeld een echo op de bodem plakken of zo. Vond ik dit heel leuk Bij Nicole had ik geen cadeautje, maar bij haar vond ik het juist zo leuk om gewoon boom. Shock. Dus dit vond ik leuk voor Rebecca. En ik wil eigenlijk bij iedereen een beetje leuk iets bedenken of zo. Om het te vertellen. En die video is nu al mijn favoriete video uit mijn leven. Echt niet normaal. En ik had ook voor het eerst sinds tijden weer even bij de TK Maxx gekeken. Ik zag niet heel veel, maar dit is nog wel echt erg ver vooruit. Want dit is pas vanaf op z'n vroeg 6 maanden. Maar ik vind altijd die bakjes met siliconen die je met zuignappen zo leuk. En ik hou ervan om een beetje ander soort spullen te hebben dan de standaard dingen. En dat heb je dus bij TK Maxx. Ander soort merkjes. Dus ik vond deze wel echt heel schattig. Het was dan wel €9, maar dit is dus zo'n bakje met siliconen dat je hem kan vastdoen. En echt een heel grappig soort vorkje. Dat je denkt, hoe kan je eerst mee prikken? Maar het zal vast goed bedoeld voor baby's zijn, dus goed zijn. En deze. Ik weet niet, is dit dan dat als je yoghurt of zo, dat je dan dat het niet spattert? Ik weet het niet, weten jullie het? En een lepeltje. Vond ik leuke aankoopjes. Ik zou echt, zodra je eten mag geven, het waarschijnlijk gaan doen. Omdat ik dat zo leuk vind. Dat verheugt me ook echt nu al op. En Nicole en ik waren bij de Zeeman en toen zagen we bij de kassa een heel schattig pakje wat echt leuk unisex is. Dus ik zei dat ik die wilde kopen en toen heeft zij hem voor me gekocht. Dus dit is het eerste kledingstuk wat ik heb gekregen. Ik heb natuurlijk van één vriendin al zwangerschapsolie gehad, maar verder nog geen kaartjes, geen cadeautjes, niks. Dus dit vond ik zo attent. Ik ben ook echt zo iemand, toen mijn vriendinnen zwanger waren, ging meteen champagne halen, regelen en meteen dol. En Nicole is ook zo, maar kijk, lekker unisex. Ik hou van stipjes. Het zijn een beetje allemaal verschillende soorten bruinige stippies. En het is maat 50. Dus mijn eerste item in maat 50. Ik zei, ik heb nog niks in 50. Want vind ik zonde. Misschien krijgt mijn baby dat niet eens. En zij zei, nou, ik zou sowieso wel dingen in 50 kopen. Dus een heel lief boxbakje. Met ook zo'n knoopjes in het midden en hier. En volgens mij zit mijn eerste mutsje. Lief, hè? En dan zal je voor altijd herinneren dat je dat dan van je vriendin hebt gekregen. Dus het eerste kledingstuk. En een van de eerste cadeautjes. Heel erg leuk. En ik zie jullie nou, in ieder geval volgende week bij de echo, waar ik heel veel zin in heb. En misschien tussendoor ook nog eventjes. Maar ik voel me echt een stuk beter. Heel blij. En je kan best wel sushi eten in een sushi restaurant trouwens. Prima. Hallo allemaal. Als je denkt dat dit je haar raar, mocht je mijn andere vlogs, mijn normale vlogs kijken. Ik had dus vandaag mijn haar geverfd met een haarmasker na het wassen. Dus het is bruin en het zit even in een klotje om een beetje normaal op te drogen. Maar vandaag ben ik dus 10+2, dus 10 weken zwanger. Dat is wel echt een mijlpaal. En ik had eigenlijk vanochtend al willen filmen, maar dat kwam er niet van, omdat ik met mijn haar bezig was. Maar het is dus officieel nu geen embryo meer, maar een foetus, de baby. Dus je ziet ook als je naar die echo's, of die 3D baby dingen kijkt op de app, dan zie je ook echt dat het echt nu een babytje is. Je ziet ook waar de ogen komen te zitten. Je ziet dat nog niet. Dat vind ik wel raar. Bij die vorige plaatjes zag je al een oogbal. En nu zie je dus een ooglid dicht. Dat snap ik niet helemaal. Maar ze hebben nu echt mijn baby heeft nu dus echt losse vingers. En geen staart meer. Dus ik ben ook zo benieuwd. Want ik ben nu dus onderweg naar Zoetermeer voor de echo. En sinds een week, dus sinds vorige week donderdag, voel ik me dus weer mezelf. Elke dag. En dat betekent dat ik dus ook heel veel zin heb in de echo, hoe ik normaal ben, zeg maar. Mijn vorige echo voel ik dus heel weinig emotie, omdat ik gewoon 3 weken lang echt last heb gehad van het hormoon. Het gaat sowieso veel beter, dat wou ik jullie ook vertellen. Ik heb gisteren voor het eerst sinds weken weer gekookt ei gegeten en vandaag ook. Ik moet zeggen, ik word altijd wel een beetje misselijk van ei. Maar ik ben gewoon bijna niet misselijk meer. Ik had vorige week met H wel, toen gingen we eventjes naar de winkelen. En toen voelde ik me die dag wel weer iets slechter en vooral misselijk. En daar voel je gewoon heel slecht door. Maar eigenlijk is de misselijkheid een stuk minder. En dat is echt heel fijn. Ook niet meer dat ik per se na 2 uur iets moet eten, omdat ik anders gek word. En de vermoeidheid is ook iets minder. Ik merkte wel vandaag ook dus mijn haar gewassen en gekleurd met een masker. En toen voelde ik daarna weer van, oh, ik ben heel moe. Toen dacht ik, hé, dat heb ik niet meer na alles. Dus dat gaat ook beter. En dan vind ik het dus wel, ja, des te spannender om die echo te hebben. Want je denkt natuurlijk, als mijn symptomen nu al minder zijn, ja, leeft het kindje dan nog wel? Ik heb het gevoel dat het helemaal... Flitser bij 9.0. Ik heb het gevoel dat het helemaal goed zit. En in principe vanaf week 12 is het ook heel vaak zo dat het allemaal afneemt. Maar bij mij was het dus al vanaf halverwege week 9. Dus... ik heb me eigenlijk maar 3 weken heel slecht gevoeld. En het was toevallig net een slechte timing. Omdat het toevallig net mijn vakantie was. En mijn eerste vakantie samen met haar. Echt dat ik me zo slecht voelde. We hebben gelukkig alsnog wel echt genoten. Maar ja. Ik ben de misselijkheid is eigenlijk het ergst van alles. Alleen Het je niet jezelf voelen vind ik ook wel weer het ergste eigenlijk. Moeheid kan ik wel mee dealen, want ik ben ook wel vaker moe sowieso. Dat is wel iets wat ik ken. Al ging dit wel heel diep, deze vermoeidheid. Maar ja, misselijkheid zorgt er gewoon voor dat je gewoon nergens meer zin in hebt. Niet alleen qua eten, maar ook gewoon hou je mond bij iedereen. Dat je denkt, dat je gewoon echt niet goed voelt. Maar dat hormoon waardoor je niet jezelf voelt, dat vind ik denk ik misschien... Nou, ik kan niet zeggen het ergste is niet te vergelijken met die misselijkheid. Oh my god, mijn haar. Maar ja, dat komt gewoon omdat ik gewoon best wel een emotioneel persoon ben die heel veel... Ja, ze zeggen hoge pieken, lage dalen. Dat klopt, kan ik wel hebben, maar ik ben vooral altijd hoog. Ik geniet gewoon heel veel van dingen. Van kleine dingen waar anderen echt niet van genieten. En ik heb gewoon heel erg ervaren de afgelopen weken hoe het is om dus aan de andere kant te staan. Dus dat mensen, vrienden of die zeiden van nu weet je dus hoe ik me voel. Gewoon de supermarkt, ik haatte het. Winkelen, ik haatte het. Nog steeds vind ik het niet geweldig. Dat ik nog steeds wel af en toe een beetje misselijk of moe ben. Maar ik geniet wel weer van dingen en ik kan me helemaal echt extreem verheugen. Op zaterdag gaan we het aan een deel van de familie van Heel vertellen. En nu de echo heb ik heel veel zin in. Ik heb zelfs zin in de NIPT. Terwijl ik haat bloedprikken, dat ga ik dus straks ook doen. Ik haat het, maar gewoon meer dat je dan weer een uitslag krijgt die hopelijk goed is. En ook nu echt zin om het hartje straks te horen. Dus ik krijg het hartje straks te horen. Ik krijg de officiële datum. Eerst dacht ik, het was dus 5 september voor ik mijn echo had. Toen had ik de echo, werd het dus 8 september. En toen dacht ik, misschien wordt het nu wel 10 of zo. September, april. Maar nu heb ik weer het gevoel dat het... Ik heb wel het gevoel dat ik echt 10 weken zwanger ben. Als je dus kijkt naar... Oh ja, mijn buik is sinds gisteren of eergisteren. Maar precies sinds dinsdag. Dat ik echt dacht, hé, ik begin een buikje te krijgen. Die echt, dus niet vet, maar echt een bollinkje. En toen dacht ik, ja, dat past wel heel mooi bij die 10 weken. Dus ik heb niet het gevoel dat ze gaat zeggen... Je bent vandaag pas 10 weken of zo. Je gaat weer achterin, terug in de tijd. Maar ik weet het niet. Ik wilde eigenlijk niet te veel in de auto vloggen, omdat je me dan misschien niet zo goed hoort. Maar ik had eerder gewoon geen tijd. Volgens mij mag ik hier wel filmen, want de 13 weken echo is volgens mij een medische echo. En dit is eigenlijk de termijn echo. Is eigenlijk de echo die sommigen pas als eerste hebben. Tegenwoordig doen veel mensen het eerder al, zodat je eerder al weet of je baby op de goede plek zit en het hartje klopt en zo. Maar sommigen doen deze echo pas als eerst. Dus ja, ik krijg de datum te zien of het nog goed groeit en leeft natuurlijk. En het hartje horen, dat is wat ik weet. Dus ik heb er heel veel zin in en ik ga weer hopelijk het filmen. Ja, heel veel zin in. Echt heel veel. Ik ga genieten dit keer. Ja, top. Eerst even kijken wie hier huisvest. Nou, kijk eens aan, kind. Prachtig kloppend hartje. Oh. Het is toch spannend als je zit helemaal afnemen. Voel je dat je darm ook wel een beetje gebruikt. Ja, ik heb echt heel vervelende darmen. Ja. Nee, ligt het hoofd nu recht? Kijk, ja. Nog een keer links. Ja, dat hij heel erg anders. Kijk, kindje is ook echt een beetje wakker, zie je dat? Kindje is ook zelf echt een beetje aan het bewegen. Hier zie je dus het hartje inderdaad mooi kloppen. Er ligt een handje hier eigenlijk tegen het gezichtje aan. Als je zo kijkt, zie je het gezichtje ietsje beter. Een puntje van je neus. Kijk, oep, daar gaat hij. Ja. Even speelkwartier. Nee. Het is even wat anders hè, dan die echo de laatste keer. Wat dan stiekem is verder gebeurd. Je doet een normale vorm? De normale vorm? Oké. Okay. Ja. Het ziet er zo, oh, sorry. Dat hoofd ziet er als een soort koe. Nee. Ik heb veel dingen voor het afgelopen jaren, maar het hoofd is sowieso in verhouding nog super groot. Hè? Kijk, als je heel goed kijkt, is het hoofd bijna net zo groot als de hele romp. Zo zijn wij ook allemaal begonnen, dat komt echt goed. Maar die verhoudingen zijn inderdaad nog gek, zeg maar het is wel normaal voor een baby van deze termijn. Het is ook nog steeds gewoon één baby, dat is misschien ook wel toch fijn om even zeker te weten. En zie je iets over die vleesboom? Dat is een beetje de bovenkant. Ja, daar op zich verplaatst hij dan niet qua locatie aan zich. Maar ja, hij zit inderdaad meestal op de top van de baan. Hij blijft ook daar zitten, hè. Dus ook helemaal geen probleem als hij maar niet voor die uitgang komt. Maar hij kan wel groter worden, toch? Hij kan groter worden, maar dat meten dus bij de 20 weken en dat soort dingen. En dan ook groter worden. Vorige keer zei het nog altijd dat jij een bobbel gaat voelen. Ja. Maar dan maakt het nog steeds voor de baby of voor de bevalling of iets gelukkig niks uit. Maar ja, dit is jullie kleine knappert hoor, jongens. Kijk hoor. Zo, papa. echt blij dat ik mijn gevoel terug heb. Ja. En sloop zit lekker uit hoor, het is een lekker wakker ding. Nee, maar die darmen doen ze sowieso nu in de zwangerschap ook echt irritant, of is vandaag toeval? Ik heb echt rotdarmen. Ja, maar heb je er veel last van nu in de zwangerschap meer dan wat je gewend bent, of is vandaag even toeval dat je... Dat is gewoon als ik iets spannends ga doen, ja. Zelfs al vind ik het in mijn hoofd, denk ik niet spannend. Gewoon elke keer 10 minuten voordat ik hier ben, ja. En mijn darmen gewoon helemaal tekeer. Ja. Kunnen wij daar nog iets aan doen? Mijn afspraak zo vroeg mogelijk, want als ben ik heel de dag constant zenuwachtig. Nee, ik was eigenlijk niet. Ik voel me gewoon goed. Ja. Het is echt, er slaat iets in mijn onderbewustzijn op mijn darmen of zo. Ik had er gewoon heel veel zin in eigenlijk. Ja. Ik ben echt benieuwd of de datum voor of achteruit is. Ik weet niet waar die op stond. 8 april. 8 april, ja. Nu meet ik 7. Maar we gaan even een paar keer meten. Dus dan komt hij wel op 10-3 zou je dan vandaag zijn. Hey, als we eventjes eigenlijk in een soort plakjes naar de baby kijken, dan kijken we hier recht tegen het gezicht aan. Er zit het puntje van de neus met een boven- en een onderkaak. Zie je dat? We kijken zo. Dus als je zo naar het kindje kijkt, dan zie je dat de baby inderdaad 2 armen heeft. Die liggen allebei omhoog opgeslagen. Dan heb je hier dat kloppende hartje. Gaan we lager, dan komt hier die navelstreng uit. Dan gaan we nog lager zien. Hier 2 benen die eigenlijk zo met die voetjes aan elkaar geplakt. Ik zie het echt niet, maar ik geloof je helemaal. Dit zijn de billen van de baby. Dan gaat weer een bovenbeen, een onderbeen, een voet. Dit is de andere voet met een onderbeen. Het bovenbeen valt ietsje weg doordat het net iets dieper ligt. En dat zit ook echt vast. Dus de baby heeft ontzettend zeker 2 benen en 2 voeten. Het ligt wel echt te chillen. Ja, het ligt wel. Het heeft volgens mij prima naar de zin. Een beetje lui en een beetje bewegelijke benen. Echter wordt het niet. Nee. Of mooier dan 270 slagen. Dat is ook gewoon helemaal normaal voor deze termijn. Dikke 10 jongens. Hallo. Nou, alles was dus weer goed. Ik vind het wel stom dat ik echt zo een uur moet rijden. En dan... Ha, moet nu weer naar zijn werk. Dus die zie ik dan echt letterlijk alleen bij de echo. En dan is hij weer weg. Ik zou ga maar, want je moet gewoon naar je werk, weet je wel. Je mist best wel veel. Ik heb nu dus ook... Helaas, ik wilde het echt niet, maar het kon niet anders. De 13 weken echo nu dus onder schooltijd. En ik heb het maar op de maandag gedaan als ik inval. Maar dan moet ik dus gaan vertellen dat ik zwanger ben. Terwijl ik het eigenlijk pas na de 13 weken wilde vertellen. Maar zei ja, mocht het allemaal niet goed zijn, dan wil je ook dat je werk het weet. Dus dat ga ik dan maar volgende week. Nou ja, of ik wacht misschien eventjes tot het laatste moment. Mocht ze nu vragen, kan je die dag invallen? Dan zou ik het zeggen. Mocht ze het nog niet vragen... Weet je, dan, ik dacht ik doe het op maandag dat ik inval, want dan mis ik in ieder geval niet mijn eigen kinderen die ik begeleid. Het kan niet anders. De ander is ook maandag of dinsdag, heb ik op een dinsdagavond kunnen plannen, zodat ik geen werk mis. Ja, ik vind het gewoon toch aso om je werk te missen. Dus nu lever je dan je avondje in en dan moet ik dus in de avond erheen en dan in de avond weer terug en de dag erna weer werken. Dus het is gewoon niet ideaal dat het in Zoetermeer is. Maar ja, het is even niet anders. De echo vind ik zelf echt niet mooi. Misschien heel stom hoor van mij, maar is het heel lullig dat ik dit zeg? Maar ik vind het echt een hele enge echo, maar ja, zij vonden het wel meevallen. Maar dit is de kaak. Ik heb nu voor €3 kon je zeg maar ook de app kopen. En daar kan je dan alles in zien wat er is gedaan en alle echo's. Dus ik ga daar even in kijken, want ik wil dus een echo-taart bestellen voor zaterdag. En dit vind ik gewoon echt een eng. Dit ook. Het is gewoon omdat dat witte. Bij heel veel zie je trouwens dat ze echt 15 echo's krijgen of zo. Hier krijg je er dus 4. Maar dit is gewoon freaky. Maar deze vind ik wel leuk voor op de taart, omdat je ook die hartslag ziet. Maar wat een verschil. Ha, zei ook. Wat een verschil met 2 weken geleden. Bizar echt. Je ziet ineens zoveel. De baby was ook... Ze zei... Hij is lekker bewegelijk. Ha, zei ook. Het lijkt echt op een jongen als je het zo ziet. Dat is wel waar, ja. Je moet hier echt voorzichtig mee omgaan. Want je kan het wel gewoon printen. Maar dit is toch leuk met die echte echo materiaal spul. Ik heb ook de eerste gekregen. Want die was dus verkeukeld. En ik ben hem kwijtgeraakt. Maar moet je kijken. Ik heb nu een ander shot. Dat is wel... Oh, hi. Dat was ingezoomd. Dat is wel heel leuk. Kijk, dit is wel leuk. Deze had ze vorige keer niet gekozen. Dit shot van uitgezoomd. We hebben dus het hartje gehoord. Nou, ik heb het allemaal voor jullie gefilmd. En de datum is dus vervroegd. Ik had al het gevoel. Ik had het gevoel dat het 7 zou gaan worden. Zo grappig. Niet dat je kind dan echt komt, maar ik had gewoon het gevoel dat het inderdaad dat ik op de maandag al 10 weken was. En hij had echt iets van, dat kan je niet voelen, maar ik voel gewoon vaak dingen. Ik had gewoon heel erg het gevoel, maandag is het 10 weken. Ik vind 8-4 mooier dan 7-4, maar het boeit helemaal niks. Deze moet ik dit keer echt goed bewaren. Oh, ik ga vandaag naar mijn oma in plaats van zondag. Dus dat is ook heel leuk, dus ik kan haar dit straks gaan geven als cadeautje. Ik ga over een half uur de NIPT doen. 7 buisjes bloed. Oh my god. Ik haat bloedprikken. En dan weten ze morgen al de basisinfo van je uitslag van je bloed. En dan binnen 10 werkdagen zei, als je nu in de middag gaat, is er kans dat je het voor volgend weekend weet. De echte, inderdaad, Down-syndroom en de grotere afwijkingen. Noem je dat een afwijking? Sorry als ik iets verkeerd verwoord. Ik heb ook calcium en B12 erbij gevraagd om te checken. Omdat ik dus helemaal geen vlees eet. En niet tegen zuivel kan. Ik ga nu, denk ik, naar het ziekenhuis rijden. Daar ga ik die app installeren. Dan de mooiste echo eruit pakken. En de echo-taart bestellen voor zaterdag. En even acclimatiseren. Het gaat zo snel. Dat vind ik wel heel jammer. Dat ik dus nu, ja, dat haar weer weg is. Dat we niet samen even ervan kunnen genieten. Maar ik ben wel heel blij dat hij steeds gewoon meegaat naar alles. Natuurlijk. Super fijn. En alles zit dus goed. 2 armen, 2 benen, hartje. Ja, ik heb gewoon het gevoel dat alles goed zit. En dat is dus ook zo. Maar wat lijkt het me verschrikkelijk als je dat gevoel hebt. En het blijkt niet zo te zijn, zeg. Dat je hierheen gaat net als ik met wel zenuwen. Maar ik denk dat het goed voelt allemaal. En dan dat je gewoon ziet dat het hartje niet meer klopt. Echt. Ik volg ook best wel veel dingen nu op Instagram van hoe noem je dat? Verhalen waar het niet goed is gegaan en echt mijn hart breekt elke keer. Programma van Microsoft kwam. Je denkt pas 10 weken zwanger, maar als de zwangerschap nu wordt afgebroken, is het echt verschrikkelijk. Want je voelt je zo zwanger al zo lang en je leeft er zo naartoe. En dan moet je er afscheid van nemen, het lijkt me echt de hel. Maar goed, ik ben dus vandaag 10+3 in plaats van 10+2. Dus dat vind ik leuk. Hoe dichterbij, hoe leuker. Dat is dus gekeken naar de groei. Ze heeft echt niet gezegd hoe groot. Ik zag iets van 3,6 of zo staan. Oké, ik ga daarheen rijden. Ik merk dat ik even moet landen ook. Want het gaat zeg maar zo snel, terwijl het zoiets groots is. Het is zoiets bijzonders, zoiets groots. En je gaat er zo snel doorheen. Dat is eigenlijk zonde. Je moet er ook echt even van genieten. En waar heb ik die nipt eigenlijk? Haga ziekenhuis, 7 minuten rijden, oké. Dus beter ga ik vast daar in de wachtruimte zitten en daar die app en zo doen. Maar ik ben er 25 minuten van tevoren, dus helemaal netjes. Hoi. Dat was echt totaal niet erg. Het was zo niet erg. Het waren 8 buisjes. Ik zag het daarna. Ik zei, ik ga niet kijken. Want ik zeg, dat is gewoon mijn fout. Ik ga altijd kijken en dan word ik gewoon duizelig en misselijk. En ik deed gewoon even deze arm even uit. Hoppa. Ik keek gewoon daarin. Die vrouw was super lief en aardig. Ze zei, ik moest in een bal knijpen. Hier iets om het af te knellen. En ze zei, je ader is heel goed zichtbaar. Volgens mij als je zwanger bent is het ook zichtbaarder. En ik voelde het prikje. En dat was het. En je voelde, ik dacht echt, in mijn herinnering voelde ik vorige keer echt zo. Dat bloed eruit gezogen worden, werd ik helemaal duizelig. Moest ik eten, moest ik hoofd tussen mijn benen. Nu gebeurde er helemaal niks. Ook fijn om dat weer te weten. En ook leuk dat ik meteen mijn B12 en calcium erbij kan testen. Want dan weet ik ook of dat goed zit. Ik had nog een koekje van een workshop van school waar ik was. Die ga ik even lekker eten. Ga ik even Zoetermeer Centrum in. Want ik vind het leuk voor zaterdag als we dus verjaardag van H vieren. En ook de zwangerschapstaart en zo. Dat ik misschien nog een leuke outfit of zo kan scoren. En dan ga ik daarna naar mijn oma om het te vertellen. Maar dat hebben jullie dus waarschijnlijk al gezien. En ik ben heel blij dat alles goed zit. Want ik voel me dus zoveel beter. En dan denk je, oh shit, straks is de baby dood. Maar alles is goed. Ik heb een heel goed gevoel. Ook over de nipt. En ja, je kan er ook niet in geloven dat je dat soort dingen kunt aanvoelen. Maar ik blijf erin geloven. En dat ik gewoon voelde, maandag was het 10 weken. Dat is zo bizar. Voor- en nadeel dat je je lichaam goed voelt. Is gewoon, ja, ik voel alles. Ik benoem alles. Leuk, slecht, alles. En die ene echo is echt zo schattig. Mijn vriendin, ik stuur naar mijn vriendin, die zegt ook, wow, je echo is echt super duidelijk. En een cute babytje. Maar wel echt lui liggen op de grond. Het was zo grappig. Ze zei eerst, oh, de baby is lekker aan het bewegen. Handjes. Een beetje hier, beentjes gingen zo heen en weer. Maar niet helemaal draaien zoals sommige baby's. Maar op die foto is het echt dit. Zo, woep. En dan die beentjes zo, lala, sport talent. Dat vind ik zo typisch, zeg maar. Ik ben ook druk en bewegelijk, maar lekker liggen. Dus ik vond echt, dat ik dacht, het is echt een beetje Charlotte. Of H, die is ook wel chilling. Maar bij de vriendin van mij, die stuurde de foto. Daar zie je de baby echt zo zweven. En deze baby ligt gewoon letterlijk, roep. Gewoon te slapen, te chillen. Het ziet er echt zo uit. Heel leuk. Heel schattig. Oh, zie je het? Deze ga ik in ieder geval op de taart doen. Want ik vind deze echt veel cuter. Echt een lief babytje. Ons babytje. Dat is gewoon mijn baby, hè? Mijn eigen babytje. Echt leuk. Kijk nou hoe leuk, jongens. Ik heb dus voor oma een kaars gekocht. Een hele mooie grote. En als we dan open doen, zit er een echo in. Dat hebben jullie dus al gezien. Maar ik vind het zo leuk. Kijk, hij is echt prachtig. Ik moet even die bovenkant poetsen, want die is nu heel vlekkerig. Maar ik neem aan dat ze hem gaat ruiken. Anders zeg je gewoon, ruik even. En dan zit er een achterkleinkind in. Onthoud één ding, dat hebben ze mij nooit verteld. Dat een kind krijgen ontzettende pijn doet. Ja, dat weet ik. Ja? Ja. Hoe weet je dat? Ja, dat zegt iedereen. Oh, tegen mij hebben ze het dood verteld, dus ik ben me doodgeschrokken over de pijn. En je ribben op 4 plaatsen breken, schijnt minder pijn te doen dan bevallen. Oh, verschrikkelijk. Het enige wat meer pijn doet, zeggen ze, is als je hele lichaam in de brand staat. Oh, met vuur. Ja, dat zou ik me voor kunnen stellen. Dat is echt de ergste pijn. Maar die is ook weer heel snel over. Ja, want dan ben je dood. Je huid ziet er goed uit. Maar ik wil jij moet raden wat het is, want jij voelt dat. Jij bent er nou, goed in. Als je mooi blijft, is de jongen. Is de jongen. Ja, maar ik... Als je lelijk wordt... Ja, ik weet het. Maar ik weet niet... Neemt een meisje de schoonheid van je over. De eerste weken had ik een slechte tijd. Wat zei je ervan? Dus dit is heel leuk. We hebben net deze echo gehad, hè? Nu net 2 uur geleden. Ja, met 10 weken, dat is al flauw. Meestal doen ze pas na 12 weken. En met 8 weken hadden we ook al een echo. Het doet ook niet te veel, hè? Het is niet goed. Het is allemaal straling. Ik heb net ook bloed geprikt. Wat wil je hebben? Liefst? Een meisje, maar ik vind de jongen ook leuk. Kijk, bloed geprikt. Ja. Voor wat is dat? Om te kijken of het geen ziek kindje is. Oh, oké. En dan moet je zwangerschapsjurken nog kopen. Zwangerschapskleding. Maar alles is lekker. Een leuk hè? Ja, jij hebt altijd bij de kleren, dat is waar. Leuk met al die vriendinnen die ook zwanger zijn, kinderen hebben. Heel leuk. Jij hebt geen pendel, toch? Of wel? Heb jij een pendel? Dan kunnen we raden, kunnen we ook kijken wat het geslacht is. Weet je hoe dat moet? Ik gebruik hem nooit meer. Ze zeggen en echt mijn handen zijn niet meer spiritueel. Oh. Is de jongen, is de meisje, Maar ze zeggen ook rondje is jong of nee, rondje is kwint. Moet je dan boven me bij? Rondjes is kwint. Nee, gewoon gaan zitten. Maar ik ben een meisje. Ja. Nou en? Dat pakt hij mij. Nou, dus je moet de pendel vragen, krijg je jongen of een meisje? Ja, tuurlijk. Oh. Anders is het geld het voor mij. Oh. Heb ik een meisje in mijn buik? Nee. Nee, doet dat niet. Nee, als de meisje was, dan zou hij ja zeggen. Hij zegt ook geen nee. Nee, hij zegt helemaal niks. Okay. Dat is niks. Heb ik een jongen in mijn buik? Nee. En jij moet het doen. Ja, maar ze hebben... Maar dat geldt wacht, ik ga het opzoeken, want ze zeggen... Krijgt Charlotte een meisje? Zo is ja. Zo is nee. Zo is ik weet het niet. Mama, die doet het altijd met vogels. Krijgt ze een tweeling? Nee, ik krijg geen tweeling. Nou, ik doe het die kant op. Krijgt ze een tweeling? Even kijken, hij draait allemaal rondjes. Nee, nou gaat hij op nee. Nee, op ja gaat hij. Wat vroeg je, een jong of een meisje? Ik heb niks gevraagd. Hier, kijk eens hoe die zwaait. Ja, maar dat doe jij toch? Nee, doe ik niet. Oh, dan is het een jongen. Een jongen? Ja, een jongen krijg je. Even kijken. Krijgt ze een meisje? Nee, zegt hij. Nee, duidelijk zegt hij nee. Ik dacht eerst een jongen, maar iedereen denkt een meisje. Krijgt ze een jongen? Ja. Ja, zegt hij ja. Maar je blijft er goed uitzien. Als je er goed uitziet, is de jongen, als ze lelijk wordt... Maar ze zeggen, bij een jongen krijg je heel veel honger en ik heb helemaal niet veel honger. Dat had ik ook niet. Nee? Nee, en ik had toch een jongen. Oh, ja. Was jij te vroeg of te laat bevallen? Te vroeg. 3 weken te vroeg. Ook al, en mama ook al. En... Mama ook 3 weken bij Olivier. Kijk, ik woon nog de eerste echo, moet je kijken. Dit is 2 weken geleden, wat een verschil, daar zie je niks. Waarom lijkt je hem dan weer... Nee, maar waarom lijkt je hem dan zo vroeg? Ja, ik zie hem wel. Hier maar wel minder. Duidelijk. Ja, hier zit het hoofdje links en hier rechts. Ja, maar wat is het? Is hier is het hoofd. En hier de beentjes. Ik zie alleen maar een eend. Oh nee. Een eend en een eend. En dit zijn wel het hoofdje zo. Neus, mond, buik, beentjes. En het ligt zo lekker te chillen en de beentjes gingen zo heen en weer. Ik zie het helemaal niet. Nee. Ik zie het echt niet. God, dus het kleinkind is in... En wanneer wordt het geboren? 7 april. En waar ga je wonen? ja, uiteindelijk weer bij heel. Zo, dat was heel leuk bij open, maar op een gegeven moment stort je dus gewoon helemaal in zicht. Ik zie het ook, okay, ik was alleen maar aan het gapen. Het is nu 8:15 en ik was hier op de parkeerplaats om 3:45, dus 4 uurtjes. Maar ik weet gewoon, ik zie oma heel weinig en zij vindt het zo fijn als ik er ben. En ik vind het ook heel fijn als ik er ben. Dus ik wil gewoon niet te snel weggaan. Maar op een gegeven moment, ik heb het nu zo koud. Ik ben zo moes en gaan. En dat echt door die zwangerschap. Maar ik zei ook, 2 weken geleden had ik dit niet eens gekund, zeg maar. Na echo en bloedprik had ik gewoon naar huis gemoet omdat ik zo moe was. Dus het was al heel goed, maar eigenlijk is het gewoon net te lang. Ik kan gewoon... Zo lang lukt me gewoon niet. Je ziet me ook helemaal moe worden. Maar goed, het was wel heel fijn. En ze was echt heel cute. Met over de baby en zo. En dan denk ik dat jullie de volgende zwangerschapsupdate... Weet niet wanneer. De volgende echo is... Zou ze eigenlijk pas over 3 weken zijn. Maar het is nu dus op maandag al. Dus dat maakt het al aanstaande maandag over 2 weken. Dus over 2,5 week. Dan is het al de 13e week. Oh, ik zie je natuurlijk voor de NIPT-uitslag. Oh, ik kreeg net alvast mijn bloeduitslag binnen dat mijn vitamine D te laag is. En dat vind ik best wel heftig voor iemand die dus en 50 milligram... Nee, 25 slik ik. Extra. Er zitten 10 in mijn zwangerschapssupplementen. En ik kom zeg maar net van vakantie en zomer waarin ik gewoon heel veel buiten ben. Ik dacht, oh my god, dat gaat in de winter niet goed worden. Maar toen zocht ik even met oma op in welke voeding het zit. En toen stond er dus inderdaad echt een vette vis, zoals zalm en haring. En vroeger at ik eigenlijk elke week bijna wel een haring en 2 keer per week gerookte zalm. En dat eet ik nu dus niet meer. Dus daar zit denk ik het probleem. En ik eet ook helemaal geen vlees en zo, dus... ben benieuwd naar de rest van de uitslag. Daar heb ik nog niks over gehoord. Dit vond ik heel snel trouwens, maar... Dan moet ik dus 2 van die pilletjes gaan slikken. Maar het liefst haal ik het ook uit voeding, maar ik... Dan moet ik dus warme zalm gaan eten. Ik vind dat echt vies. Dus daar moet ik even goed over gaan denken hoe ik dat ga doen. Ik had wel verwacht dat er iets niet goed zou zijn aan mijn bloed. Want ja, ik eet gewoon echt minder gezond en gevarieerd dan eerst. Oké, let's go home. Hey jongens, het is nu dus een paar dagen later. Dus zondag. Donderdag was de echo, dus ik ben nu... Morgen ben ik 11 weken. Ik ben nu 10 + 6. En... gisteren was echt zo leuk met het vertellen. Misschien zal ik heel even een klein stukje hier nog inplakken wat ik nog niet heb gedeeld in de vertelvideo. Maar het was echt zo leuk om het te vertellen. En mijn vader stond er een beetje voor, maar ook echt vooral heel snicht. Was zo enthousiast iedereen, maar wel echt helemaal blij. Nu ben ik dus weer in de toekomstige babykamer. En ik had nog wat kleurtjes die ik wil laten zien. Ik denk dus echt dat de jongen wordt, mijn schoonmoeder denkt ook dat de jongen wordt. Haar denkt het ook. En ik heb meisjesdingen gekocht, maar ik dacht gewoon, als het dan geen meisjes kan ik het opbewaren voor een tweede kindje eventueel, want de meisjes zijn, of ik geef het gewoon aan mijn vriendin die binnenkort gaat bevallen van een meisje. Ik vond dit gewoon heel cute bij de Primark. Dit is van 3 tot 6 maanden. Echt zo poppig, heel schattig. En ik ga dat dus nu allemaal weer aan hangertjes hangen in de kast. Heel cute. Dit is ook wel heel meisjesachtig. Dit kon ik niet laten liggen, want deze zag ik dus bij de TK Maxx. Als je me een beetje kent, dan weet je, dit schreeuwt gewoon mijn naam. Ik moest dit kopen. En kijk nou. Het zijn van die voetjes die je niet eraf kan halen. Ze zitten echt vast. Hier zit een rits. En deze is ook al wat groter hoor. Deze is 80 centimeter. Dat is 9 tot 12 maanden. Maar ik kon hem niet laten liggen. En dan, als het een meisje wordt, dan is dit precies goed voor 9 tot 12 maanden. Want dat is dan, ja, net richting de lente, zeg maar, de winter. Dit vind ik wel het leukste item wat ik tot nu toe heb gekocht. Dan heb ik nog een leuke basic bij de Primark gekocht. Die gewoon heel erg leuk unisex is en heel schattig. Voor de beginfase was dit nou maat 50 of... Oh, 62. Dit is 62. Heel mooi stofje. Volgens mij was het ook dat je er nog in kon groeien. Ja, met zo'n knoopjes. Heel mooi... Ja, super mooie kwaliteit. Heel leuk. 0 tot 3 maanden staat er dan op. Gisteren zeiden die meiden al die ook kinderen hebben van... Mijn kind heeft vaak echt een veel grotere maat nodig dan bij de Primark. Nee, dit is echt top. En het is heel goed stofje en heel stretchy. En hier kan je dus echt langer mee doen. Hier kan je echt in groeien. Heel schattig. Dit is gewoon leuk. Unisex, deze heb ik ook van de TK Maxx. Gewoon basic rompertjes met mouwtjes in maat 56. Dus dan is het... Ja, dan is het april, mei, dan kan dit nog wel. Het zijn gewoon 3 precies dezelfde. Van wel mooi organic cotton. En dan net Gewoon basic wit, maar net met een klein, ja, je ziet het een patroontje erin. Ik dacht wel, wit lijkt me wel heel lastig, want waarschijnlijk zit dat echt onder de vlek heen. Nou ja, je zal sowieso, nu was ik zeg maar nooit echt witte wasjes, omdat ik nooit veel witte was heb, maar met baby zal je waarschijnlijk wel echt een wit was. Met heel veel Vanish, Oxy-Action of zo, is dat slecht. In ieder geval, er zullen veel vlekverwijderaar dingen moeten worden gebruikt, denk ik. Oh, ik haalde de kaartjes trouwens nog helemaal niet af, weten jullie nog? Voor het geval dat het natuurlijk misgaat. Nou ja, heb ik nou de kaartjes erop gehaald? Ja, hier heb ik nu toevallig dus het kaartje erop gehaald. Dit was best duur, dit was €15. €5 per rompertje, maar het is wel echt van mooie rabbit per mooie kwaliteit. Oké, nou, nu heb ik hier dus wel de kaartjes afgehaald, maar goed. En dan heb ik nog dit setje van de Primark. Ook wel meisjesachtig, vind ik. Maar heel leuk. En dit is ook dat ik dacht, anders gaat mijn vriendin, die baby meisje, krijgt dit echt heel schattig vinden. Dit is helemaal haar stijl. Dus deze had ik echt al gekocht met de gedachte, als ik over een maand weet dat het een jongen is, dan geef ik deze lekker aan haar. Ik vind deze stof niet per se super goed, maar wel heel cute. Echt een heel leuk setje. Voor 3 tot 6 maanden is dit. Dus dat is dan perfect om aan haar te geven. En dan heb ik nog deze gekocht, want ik dacht, ook voor een jongetje vind ik dit heel leuk. De eerste kleine, dat was €10 trouwens, best duur, maar ik vond het mooi omdat het gewoon van hout was. Dit knispert zo, ik weet niet, het gebakken ei, denk ik, een kip. Die kip doet niks en dit rammelt. Voor aan een kinderwagen of zo. Ik vond deze wel heel mooi. Neutraal en subtiel en ja, heel leuk. En wat ik leuk vond, vroeger weet ik dat mijn moeder veel voor mij had van de Petit Bateau, dit merkje. Dus zag ik dit en ik had nog helemaal geen slofjes of zo gekocht. Ook bij de TK Maxx. En toen dacht ik, ah, dit vind ik schattig. Ik vind ze niet waanzinnig van wauw, ik moet dit kopen. Maar ik vond ze wel gewoon heel cute. Kijk, deze slofjes zijn eigenlijk echt heel schattig. En omdat dit merk dus ook vroeger bij mij werd aangetrokken, vond ik ze eigenlijk echt heel adorable. Heel schattig. Maar toen kregen we dus gisteren onze eerste cadeautjes. Want we hadden dus aan Mark en Elisa verteld 2 weken geleden. En die kwamen meteen met een cadeautje. En mijn schoonmoeder kwam meteen met een cadeautje van zichzelf. En met mijn bonusdochter samen. Had mijn bonusdochter wat uitgezocht. Die kwam het ook naar mij brengen. Dus nu echt, ik heb natuurlijk nu van Nicole dat rompertje gekregen. En een keer van mijn vriendin die massageolie. Maar verder nog geen kaartjes, cadeautjes, niks. Dus nu begon het echt een beetje met cadeautjes. Ik vond het zo leuk en ik ga het even aan jullie laten zien. Oh, ik had nog meer, voor ik het ga laten zien. Ik had nog meer gekocht. Vorige week of zo, bij de TK Maxx. Wat een herrie. Heel schattig, ook unisex setje. Met een broekje, een mutsje. Had ik nou al een mutsje? Volgens mij had ik 1 mutsje, toch? Dit broekje, echt heel lief, hè? En dit wel heel schattig, ook voor een jongetje echt heel leuk. Mutsje. En natuurlijk een bovenkantje erbij. Ook 3 tot 6 maanden trouwens. En met die knoopjes. Heel lief. Heel lekker dun luchtig stofje. Oh, dit is denk ik het mutsje wat ik had gekocht. Dit heb ik bij de... Oh, deze heb ik dus van Nicole gekregen. Bij de Zeeman. Heb ik dit al laten zien? Ik weet het niet. Nou ja, ik heb dit gefilmd al. Dit broekje voor €4 van Name It. Heel schattig. Geel broekje in 1 tot 2 maanden €56. Heel lief vind ik dit ook. Dit vind ik waanzinnig. Ik zou dit serieus ook bij een jongen top vinden. Dit is dus van Stella McCartney. Staat er dat die eerst €70 kostte, nu 15. Maar 62, dit vind ik echt ook een van mijn allerleukste aankopen. Dus sommige dingen koop ik gewoon dat ik denk, oké, het is prima, neutraal, ik wil vast wat kopen. Sommige dingen koop ik omdat ik denk het is handig. En sommige omdat ik denk, geweldig. Dit, oh mijn god. En wat ik heel leuk vind is dat er een S op staat. En dat vind ik, ja, dat is dan, zeg ik niet waarom, maar dat vind ik leuk dat er een S op staat. En nog zo'n heel leuk setje. Oudroze, dat vind ik ook gewoon voor een jongen leuk. Deze moet ik trouwens nog aan haar geven. Oké, dat was als laatste. Deze heeft mijn bonusdochter dus uitgezocht. Zo lief. Toevallig stond ik gisteren nog in de Zeeman te kijken naar een winkeldeken. Toen dacht ik, nee, hoef ik nog niet te kopen. En dit zijn ook dingen die mensen leuk vinden om cadeau te geven. En straks heb je dat soort dingen allemaal al gekocht. En dat is zonde. Ik vind het dan zo leuk dat ze samen met haar oma dan naar de winkel gaat om dan wat uit te zoeken. Echt lief. En ook echt een hele goede keuze. Want dit is wat ik echt heel schattig vind. Dit vind ik misschien wel een van de leukste dingen tot nu toe. Omdat hier krijg je echt dat gevoel van, oh mijn god, hier zit straks gewoon mijn babytje in. Dit is heel schattig, zeg. Oh, dan ga ik zo ook nog even aan haar laten zien hoe het eruit ziet als hij dus uitgewikkeld is. Maar je moet echt goed zorgen dat je al die plastic puntjes eruit hebt gehaald. Kan ik echt niet wachten tot ik deze vlogs online kan zetten. Ik hoop zo dat de NIPT volgende week goed is. En de 13 weken echo, want ik heb er zoveel zin in. Het is ook echt tijd om het te gaan delen nu. Deze had mijn schoonmoeder dus uitgezocht. Ook te cute. Kijk nou. Zou ik die wel... Nou, ik laat het misschien nog wel even in de verpakking. Het is van die anti-slip. Dat is wel handig, aangezien hier een gietvloer is. En een beertje erop. En gewoon. Ze zei, ik wil gewoon vast iets kleins geven. Nou, dit is dan echt te schattig. En van Mark en Elisa heb ik dus dit tasje gekregen. Met, het zijn geen hydrofiele doeken, zei ze, maar burp cloths. Dus spuugdoekjes. Daar kan je volgens mij nooit genoeg van hebben. Ook hele schattige schoentjes. Die unisex zijn. Zo schattig. Ook met anti-slip. Oh mijn god, dat hier straks iemand in zit. En, ook heel handig. Ik zei van, is dit al nodig? Want ik had toch ook slabbertjes gekocht. Heb je dat al nodig? Want ze gaan natuurlijk nog niet eten. Maar het is ook gewoon handig met spuug en kwel. En er zijn heel veel baby's die echt zo vet zo kwijlen. Of met borstvoeding of whatever. Dan heb je gewoon slabbertjes. En anders voor later. Ook wel echt heel erg schattig. Dus dat waren de cadeautjes. En ik geef alles lekker weer een plekje in de kast. En zie ik jullie bij de NIPT-uitslag, denk ik. Zo spannend. Echt wel heel spannend hoor.